Hier zijn de goede Bijlo, de goede in Amsterdam, David, de goede mijzelf, de Bunnik en in Amsterdam neem ik aan ook. Woon je eigenlijk in Amsterdam, Juri, of niet? Ja, ik woon in Amsterdam. Precies, Juri Honing. Ik heb vanmorgen in één adem geluisterd naar Evelyn Songs samen met Wolfert Brederode, de nieuwste album. Eerder dit jaar Blauwbaard. 1990 is het ooit begonnen met het trio met Tony Overwater en Joost Leibaard. Ik zou enkele hoogtepunten noemen. 1996 Star Tracks met onder andere muziek van ABBA en The Police. De elektrische band natuurlijk ook Wired Paradise. Ook met Tony Overwaard en Tony Overwater, Joost Leibaard en Frank Meubus, Duitse gitarist. Hij heeft met dance producer Floris Klinkert Phase 5 gemaakt. En nu is er dan vlak voor Evelyn Songs Blauwbaard, Blue Beard. En daar zou ook eigenlijk een tournee mee zijn. Ging die helemaal niet door, jongen? Nee. Het was eigenlijk... Het startschot zou 20 maart van dit jaar zijn geweest. Ja. En er stonden 5 tournees, waarvan de eerste was in Nederland. En die zijn allemaal gecanceld. En onlangs zou jij in Japan geweest zijn. Ja, klopt. 2 weken geleden. Ja. Dat ging niet. Ja, ik las een tweet. Het is natuurlijk. Wat is dat ongelooflijk allemaal weggeveegd opeens toen? Ja, dat is heel ingrijpend. Maar het is heel ingrijpend voor de hele scene, de hele wereld. Hè? Dus ja, het is niet alleen mij. Nee. En dat relativeert het wel een beetje. Ja, maar hoe ging dat in het begin? Want alles was natuurlijk klaar. Alles, de hele voorstelling was af, neem ik aan, zo ongeveer. Ja, ik had een lichtontwerp aangekocht en ook licht aangekocht. Ja. We hadden heel veel marketingbudget erop gezet. Omdat we hadden nu de mogelijkheid om alles synchroon te laten lopen. Ook in het buitenland. Dat is allemaal veel effectiever. Ja, en in eerste instantie dachten we nou misschien dan vanaf juni of zo weer verder. Maar het werd gaandeweg heel snel duidelijk dat dit een jaar of anderhalf zou gaan duren. Maar er zijn wel kleine concertjes geweest. Ja, we hebben een heleboel lopen schuiven de hele tijd. En op een gegeven moment in september toen zijn we in Tilburg gestart. Nou, dat was een paradox, ja. Paradox, dat was een hele mooie avond die bijna ontroerend was. Omdat we allemaal zo blij waren dat we eindelijk weer gewoon konden doen wat we normaal gesproken doen. Omdat na verloop van tijd sta je op en dan denk je, wie ben ik? En zo, ja, wat doe ik hier? Dat is toch het automatische gevolg als je je met de uitoefening van je beroep, wat ik nogal doe. Nou, weet je wat het is? Onze kunst, zou ik maar zeggen, die verdampt bijna als we hem niet kunnen uitoefenen. Kijk, je kan thuis spelen, je kan thuis componeren, je kan thuis... Nou, dat is wat je dan doet. Het enige wat ik kan doen is maken. En dat is wat ik gedaan heb. Dus ik heb een album uitgebracht, maar ik heb ook een tentoonstelling in elkaar gezet met mijn partner Marieke van der Linden en met Ronald Westerhuis, de beugelhouwer. Dat gaat nu in Kasteel Nijenhuis. Dat valt onder het Museum de Fundatie. Ja. Dat zijn dingen waar je in vastbijt. Want het is het enige alternatief. Want als je niet maakt of stopt met maken, dan... dan dreigen de dogs of depression, hè, om het zo maar te zeggen. Nou ja, absoluut. Want ik heb het ook wel meegemaakt met collega's. Ik heb ook een aantal mensen steeds maar weer gebeld hoe het met ze ging. En dat... Ja, ik heb in het begin wekelijks onderhoud gehad met mijn kwartet en technicus. Ja. Op donderdagmiddag hadden we een donderdagmiddag Zoom-borrel. Gewoon om maar een beetje de vinger aan de pols te houden. En niet dat er op een gegeven moment ergens op het achtergrondje van iemand dat je een touw ziet bungelen of zo. Of dat je nee, precies. Ja. En die gezichten ook wel zo eerst een beetje een soort van ontspannenheid. En toen toch boosheid. En later toch ook een soort van vermoeidheid. Dat was heel interessant eigenlijk om te doen. Ja, want je maakt de hele cycli door. Want nu zitten we in die tweede golf. En je merkt nu dat die stemming toch steeds grimmiger en raarder wordt. Omdat nu het vaccin in aantocht is. Maar het is er nog niet. Dat gaat natuurlijk veel langer duren dan we allemaal denken voordat dat er wel is. Dus nu zitten we in een hele rare, onzekere toestand. Heb je want Laat daar een venster heb je natuurlijk ook nog gedaan. En daarna nog meer of niet? Ik heb afgelopen week Leiden gedaan. En ik doe volgende week sta ik in Tivoli voor de albumpresentatie met Wolfert. Maar je doet dan meerdere concerten natuurlijk, omdat je maar 30 mensen bereikt.
per set, zullen we maar zeggen. Ja. Dus, maar we blijven gewoon doorspelen. Ook omdat ik denk dat het duurt tot zeker tot aan de zomer. Voordat alles weer een beetje normaal wordt. En dan doet het voor iemand zoals ik die internationaal werkt. Dan kan ik er nog een jaar bij optellen voordat het... En dan hoop ik dat we dan weer gewoon normaal kunnen toeren zoals we dat gebruikelijk zijn te doen. Hé, hey Blauwbaard, mag ik even het sonnet van Edna Millet voorlezen, of niet? Ja, graag. Ze heet trouwens officieel helemaal Edna Saint Vincent Millet. Weet je waarom dat Saint Vincent is? Nou? Omdat ze in het Saint Vincent ziekenhuis geboren is. Kijk. Want dat vond ze gewoon grappig en leuk om aan. Het is trouwens een geweldige dichteres. Ja. Met zoveel... Ja, een soort hele rare, laconieke humor in veel gedichten. In deze niet, maar... Het is ik heb ook opnames van haar, dat ze zelf haar poëzie voorleest. Ik heb de vertaling van Blauwbaard van Bluebeard even genomen, van Ans Bouter. Blauwbaard, je mocht de deur niet open doen, maar trad toch binnen. Kijk voor welk onnozel ding je werd bedrogen. Heus, er is geen schat, geen ketel, geen kristallen bol... waarin de zoektocht opdoemt, ook geen vrouw en dood. Door jouw soort hebzucht niets onsmakelijks, alleen maar wat je ziet hier, levensgroot, een kamer, leeg, veel spinrag, akelig. Dit uit mijn leven hield ik nog apart, opdat er niemand alles van mij weet. Jij hebt me tot het uiterste gebracht. Toen je die stap de drempel overdeed. Ik ga jouw troon niet uit de weg voortaan. Dit is van jou nu. Ik moet verder gaan. Hoe vind je die vertaling eigenlijk? Sorry? Hoe vind je die vertaling? Ongetwijfeld heel vakkundig. Maar als je kunt kiezen... Dan kies je voor de originele taal, meester bent, dan kies ik altijd het liefst voor de oorspronkelijke taal. Maar dat wil niet zeggen dat je dingen niet goed kunt vertalen. Nou, met poëzie is het altijd moeilijk, omdat woorden natuurlijk zo'n ontzettende gevoelswaarde hebben. En ook vaak op klank, meer mede op klank gekozen zijn natuurlijk. Ja, en ook, het is ook neerlagig. Dus het gaat niet alleen om de betekenissen. Het gaat om een heleboel dingen tegelijk. Het is in die zin vergelijkbaar met een schilderij. Absoluut. En ik weet bijvoorbeeld Luis Borges, die gaf een aantal lezingen in Amerika over de dichtkunst. The Craft of Verse heette dat, geloof ik, die serie. Mm-hmm. En hij eindigt die lezingen met een Spaans gedicht dat hij in het Spaans voordraagt. Ja. Waarbij opgemerkt werd, ja, niemand spreekt Spaans hier, verstaat dat? Hij zei, dat doet er helemaal niet toe. Jullie keren je veel te veel op de betekenis van een gedicht. Mm. Je moet er gewoon naar luisteren. Nou, dat heb ik bij Poetry International altijd. Want ik krijg, als ik naar Poetry International ga, dan spreek ik altijd af dat ik van tevoren de vertalingen krijg. En die kan ik dan uitprinten in braille. En dan neem ik die mee. Die staan altijd in een soort lichtkrant boven het podium. En soms lees ik ze niet eens mee. Dan zit ik gewoon te luisteren naar een Iraanse dichter. Of een Afghaanse. Het gaat natuurlijk ook om die hele stroom. En het muzikale. En ook de manier van uitspreken. Ja, ik had vroeger een tweetalig boekje van Pessoa, de Portugese dichter, waarvan ik dacht van ja, ik lees nu die Nederlandse vertaling en dat Portugees, dat zie ik wel, maar ik hoor het niet echt. En toen was ik in Lissabon, een boekje meegenomen naar een kroeg en dat gewoon aan iemand gegeven, er zaten drie mannen bij de kroeg, maar die eerste die bleek niet te kunnen lezen. Oh. En de tweede bleek ook niet te kunnen lezen, maar de derde wel. En dat maakte het nog ontroerender. Dus ja, ja. Voor het drankje, rondje zeg maar, las die derde man die gedichten voor. Prachtig man, dat is mooi. Ik was dus echt vanmorgen bij Evelyn Songs. Ik was ten diepste geraakt. Erik Vloeimans zegt, dit is muziek die pijn doet, maar... Voormans. Erik Vloeimans, ja. Voormans, Erik Voormans, zo heet de journalist van de Parool. Oh, die zei dat. Ik dacht dat het Erik Vloeimans was. Nee. Je had dat natuurlijk ook kunnen zeggen, of zeggen collega's dat niet. Collega's zouden dat toch ook zeggen, neem ik aan. Ja, ik weet het niet. Erik Voormans is... Dit was Erik Voormans, oké. Nee, ja. Die zei dat... Maar wat het met mij deed, was dat het mij enorm veel... ruimte gaf en dat ik ook echt het idee had, jij hebt deze
die CD Avalon, we komen zo terug op Bluebeard overigens, dat je die CD Avalon songs ook hebt gemaakt, heel erg gemaakt op deze tijd. Ja, en op een wat eenvoudiger manier dan ik gebruikelijk ben te opereren. Daarvoor die zijn allemaal, daar zit allemaal research en noem maar op. Er zit heel veel werk in en aan. In dit geval dacht ik van ja, kijk, de Keltische mythologie kan zich niet meten met de Griekse. Maar als je het wat dunner neemt, wat makkelijker neemt, is Avalon eigenlijk een hele mooie, hele heldere metafoor die iedereen kunt uitleggen. Die wat Avalon in de mist, waar King Arthur begraven zou liggen, Excalibur en noem maar op. En het is een metafoor voor een wereld waarvan we weten, we hebben van de wereld voor corona hebben we afscheid van genomen. En als straks die mist optrekt, dan weten we wat ons te wachten gaat staan. Wat is dat dan, wat ons te wachten gaat staan? Ik denk, laat ik allereerst beginnen met dat je moet weten van mij dat ik een optimist ben. Ja. Maar ik ben ook tamelijk realistisch. Dus ik verwacht vanaf juni volgend jaar dat er een enorme bijl in de economie gaat. Maar ook een bijl in mijn circuit, internationaal. Ik verwacht dat de onderlaag overleeft. Dat zijn de mensen die zeg maar in de foyer spelen, muziekscholen doen, feestjes. Echt de totale top overleeft. En het middenveld, daar slaat 70% wordt weggeslagen. En dan komen we denk ik vanaf dat moment in een tamelijk serieuze economische crisis. Ik ken daar al behoorlijk veel muzikanten die er al mee gestopt zijn. Overigens. Ja, ik ook. Ja. Het is natuurlijk ook niet alleen in Nederland, maar ook bijvoorbeeld mijn vrienden in New York. Amerikanen zijn geneigd om volledig op hun eigen stand te leven. Dus zodra ze $100 meer verdienen, gaan ze er een vierkante meter bijhuren. Of een net iets andere auto. En ze doen niet aan sparen. Alles is op krediet. En deze mensen zijn, als je daar woont, binnen 3 maanden ook de grote spelers die van toeren leven. Ja, iedereen, ze gaan 1 voor 1 failliet. Dat is niet anders. En is daar... Deze verwachting, wordt die breed gedeeld in jouw omgeving? Nou, ik spreek niet veel met muzikanten erover, behalve met mijn bassist Gulli Goodmanson. Want die is net als ik heel erg geïnteresseerd in wereldeconomische factoren, zullen we maar zeggen. En daar wisselen we vaak van gedachten erover. En daar zijn we het over het algemeen wel eens. En ik volg ook natuurlijk de economiepagina's. En ik lees het ook wel terug eigenlijk. Hoewel die beurs natuurlijk nu als een waanzinnige gaat. Maar dat vind ik ook altijd weer zo'n eng teken. Ja, maar het is helemaal niet relevant voor wat ons staat. Nee, want dat staat er voorkomen naast. Ja, maar ik vind het wel een eng teken. Want dat nou, wat het engste teken was dat in augustus of september, ik weet niet meer precies wanneer het was, kondigde de Lufthansa aan 22.000 mensen te ontslaan. Nou, een vliegmaatschappij van dat formaat, die weten hoe ze een meerjarenplan vooruit moeten rekenen en hoe dat eruit ziet. Daar zijn ze beter in dan wie dan ook. Dus als je dan op voorhand al 22.000 mensen ontslaat, dan ben je er eigenlijk zeker van dat ons een economische crisis staat te wachten. Dat was het eerste teken wat ik binnenkreeg, zo via internationale internet, dat ik dacht van, oh jee, dit gaat helemaal mis. Er staan veel meer. Er zijn veel meer tekenen, want er zijn veel meer grote bedrijven die dat doen nu al. Ja, maar Lufthansa was de eerste, zeg maar. Ja, ja. Ik ging meteen het belletje rinkelen in mijn hoofd. Maar goed, elke crisis biedt al kansen. Daar hoor je de optimist weer. Nou, ik hoor hem, ja. Ik hoor hem. Wat zijn de kansen, Joeri? Goed opletten. Heel goed opletten. Want als alles verandert, verandering leidt altijd tot kans. En in mijn veld zijn mensen over het algemeen niet erg flexibel. Dus ze zijn geneigd om, ondanks dat dingen enorm veranderen, toch iedere keer alles maar op dezelfde manier te blijven doen en dan te hopen dat het toch goed komt. En dat is een vrij onverstandige strategie, denk ik nu. Ik denk dat het nu heel verstandig is om te kijken, wat kun je wel doen? Hoe zou je dat, wat zou je kunnen veranderen? Nou ja, ik was eigenlijk al een beetje op weg. Dus ik ben al enige tijd heel actief met Spotify. Daar probeer ik echt iets van te maken. Daar heb ik nu een grote luisteraarschare opgebouwd. Ja. Het voordeel van Spotify is dat het doorloopt, ook als je slaapt. Het heeft fantastische internationale distributie. Dus ik bereik ook heel veel mensen in New York en in Frankrijk en in Londen. Dat is heel fijn. Ik ben al heel lang bezig om beeld en geluid heel dicht op elkaar te krijgen. En dat beeld dan bij voorkeur, zeg maar, video art,
beeldende kunst, dus met tentoonstellingen werken, samenwerkingsverbanden opzoeken met kunstenaars. Ja, die gezamtkunstwerken, die... Ja, dat vind ik leuk, zo op zijn Wagners eigenlijk, want die heeft het zo'n beetje bedacht. Ja. Maar dan nieuwe alternatieven, omdat wat ik wist uit tentoonstellingen waar muziek bij gezocht werd, dat is los van de verworvenheden van Brian Eno en Philip Glass, bleef toch een beetje hangen in een soort ambient music. Terwijl nu probeer ik twee wegen verkeerd te creëren. Dus muziek te maken, te produceren die de beelden versterken. En beelden in die tentoonstelling te hebben die de muziek versterkt. Dus dat het echt heen en weer gaat. Elkaar versterkt. Juri, dat is achter mij, hangen foto's van de fresco's van Lorenzetti. Ja, dat was me meteen al opgevallen, David. Ja, dat is je opgevallen. Een van de projecten die op mijn lijst staat is... Dus met die muziek en de fresco's in elkaars buurt brengen. Het is maar dat je het weet. Ah, kijk. Ja, nou ja. Het goede en het slechte bestuur niet alleen verbaal, maar ook muzikaal tot uiting brengen. Het eerste wat bij mij onmiddellijk naar boven schiet, is Claudia Monteverdi. Ja, natuurlijk. Ja. Zelfde tijd. En een componist die zich geheel moest gedragen langs de leiddraden van de kerk, die veel macht had. En toch op hele stoute wijze al die verboden noten wist weg te werken op maatstrepen en overgangen. En, Monteverdi heeft de seconde geïntroduceerd, volgens mij. Sorry? Monteverdi heeft de seconde geïntroduceerd. Ja. Wat natuurlijk toen niet om aan te horen was voor heel veel mensen. Nee, en hij heeft ook allemaal, ja, dit zijn doorgangsnoten die echt heel, heel stout zijn, waar ik enorm... Ja. Ja. Vooral het vocale werk. Er zitten heel veel fantastische... ik ben sowieso gek op oude muziek. Dus, aan mij wel besteed. Maar ja, Vincent. Ja, absoluut. Hey, we gaan even terug naar Blauwbaard. Want was Bluebeard. Is dat ook zo'n gesamtkunstwerk geworden? Ja, het is alleen nog niet helemaal af. Omdat de tentoonstelling die daarbij zou plaatsvinden... die is uitgesteld in ieder geval tot najaar 21. Dat is ook in de fundatie, hè? Ja, dat is ook in de fundatie. Is ook met Marieke van der Linden. En heb het beeld wat ik daarvoor gemaakt heb, is al af. Dat staat in een loods in Limburg ergens. Te wachten tot het verscheept kan worden. Oh ja, 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 ja. Ik dacht, bij de vorige tentoonstelling was het qua tijdschema... Het stond er zoveel druk op om het op tijd af te krijgen... dat ik dacht, ik plan het nu wat ruimer in. Maar ja... achteraf gebleken wel heel erg ruim. Maar ik ben toch blij dat het al af is, eigenlijk. Ja, absoluut. Hey, maar hoe ging dat dan? Want jij las het dat zo net. Kwam je tegen? Ja, nou, ik zat te denken aan Blauwbaard. Nou, dat sprookje, dat kende ik natuurlijk. Maar ik dacht, ja, het is wel een beetje een saai, moralistisch sprookje. Nee, Holland Opera heeft het ook een keer gedaan. Ja, nou ja. Ik heb natuurlijk... De Voortjak heeft er ook... Het is natuurlijk vaak... En toen heb ik gezocht naar een fotoboek in mijn herinnering van Paul Huff, wat ooit bij mijn ouders in de kast stond. Ik kon het niet meer terugvinden, maar ik weet nog wel wat beelden. Allemaal voluptueuze naakte vrouwen in blauw licht. Dus dat sprak mij als jonge man wel aan. Ja, dat onthoud je wel dan. Ja, natuurlijk. Ja. En toen wist ik het nog steeds niet zeker. Toen had ik dat boekje van George Steiner in de kast staan, die Zwitserse filosoof. Ja. Vond ik dat toch, wat vaak is met Steiner, een beetje over de top intellectualisme. Hè? Het is een beetje dat je denkt van ja, waar gaat het nou eigenlijk? Wat is nou de allerhoogste prioriteit? Ja. Dus daar kon ik ook niet veel mee. Toen ben ik gewoon gaan googlen. Ja, soms is dat gewoon de oplossing. Toen stuitte ik op dit sonnet. Oh ja. Van ja, dat vind ik interessant. Het is tussen de twee wereldoorlogen. Het is een vrouw. Het maakt dat kamertje waar ze in terecht komt, waar niet die lijken liggen, maar het is leeg, tot een idee fix. Ja. Dat is interessant. Toen ben ik daar, ja, ik heb alleen maar gewoon een aanzet nodig, want dan kan ik dat allemaal combineren met andere elementen. En, ja, maar zo werken natuurlijk al jouw projecten, want je hebt natuurlijk een hele reeks met, je bent volgens de New York, volgens de Times, one of the most creative, fearless saxophonist of the moment. Maar die moment duurt natuurlijk al wel eigenlijk sinds 1990. Ja. Een lang moment. Een heel relatief moment. Ja, ja. Nee, maar alles gaat dus bij jou zo. Want dat betekent dus ook dat inspiratie gewoon werkelijk alles is wat je tegenkomt, wat op je pad ligt. Ja, en ik,
En dat is gegroeid zo. Dat was niet in aanvang zo, hoewel ik wel een hele brede achtergrond had. Maar ik was, zoals de meeste muzici, op een gegeven moment gewoon vooral geobsedeerd door dat saxofoon spelen. Maar na verloop van tijd gaat het ook vervelen om het alleen maar daarover te hebben. En ik heb ook een enorme liefde voor schilderkunst. En het is voor mij heel fijn om daar nu iets mee te kunnen. Om sowieso met beeldende kunst toch iets te kunnen op een of andere manier. En er is zoveel goeds. Er is zo onwaarschijnlijk veel goeds op de wereld waar je van kunt leren. En eigenlijk is het leren van nieuwe dingen, dus de researchperiode, is eigenlijk het allerleukste. Dan heb je weer een goed excuus om een boekenplank te lezen en daarover na te denken. Ik vind het heerlijk. Maar het uiteindelijke uitvoeren is natuurlijk weer een totaal andere energie, die ook heel prettig is. Maar hoewel ik maak heel veel aantekeningen, ook als ik aan het lezen ben, want soms dan hoor ik gewoon iets in mijn hoofd bij een zin. Dat is heel gek. Of ja. Bij een beeld. Dan krijg ik een klank in mijn hoofd bij een beeld. Maak toch een paar aantekeningen. Op een gegeven moment dan heb ik zo'n hele berg van losse papiertjes. Die flikker ik hier allemaal op. Ik heb een grote tafel en dan ga ik rondjes lopen. En als ik rondjes ga lopen, dan... Dat is het begin. Maar jij bent eigenlijk... het valt eigenlijk gewoon gedeeltelijk een beetje op zijn plaats met deze coronacrisis, dat jij die mengvormen al zo had ontwikkeld. Ja, eigenlijk wel. Dit komt ook omdat ik natuurlijk... Ik vind het belangrijk om dingen te doen die wat toevoegen aan wat er is. Dus het bevestigen van wat er is, dat laat ik heel graag aan anderen over, waar je ook fantastische spelers in hebt en kunstenaars. Maar ik ben vooral geïnteresseerd in van, ja, wat kan ik nou doen wat er nog niet is? Is er nog een nieuwe hoek te verzinnen of een soort frisse optelsom van elementen? En dan kun je denken van, ja, we leven in een beeldcultuur. En ik ken natuurlijk ook al die video's van die R&B-artiesten. Maar dat heeft me nooit heel erg geïnspireerd. Een enkele uitzondering daar gelaten, omdat ik het allemaal plat vond, eigenlijk. Ja. En toen op een gegeven moment, waar was ik? In Berlijn. Ik liep door een kunstwerk van Joseph Beuys. En daar zat dan ook weer muziek bij. Ja. En vlak voordat ik daarin liep, was er een klein zwart-wit schermpje met een videoclip van Grace Jones. En dat stuk wat ze daar uitvoert, dat heet Corporate Cannibal. Nou, behalve de tekst die al zeer de moeite waard is. Ze heeft het niet zo op met de grote companies, zeg maar. Is het eigenlijk maar één shot van haar hoofd wat de hele tijd door een computer gemanipuleerd werd. En toen begon ik gewoon, dat heeft een zaadje geplant bij mij. Ik dacht van, hé, daar moet meer mee te doen zijn. Ja. Ik heb het geluk dat ik een partner heb die heel handig is met beeld. Dus die heb ik meteen tot half beeld gebombardeerd en uitgelegd. En we zijn langzaam erachter gekomen dat we een bepaalde vorm van surrealisme, dat heel goed werkt in combinatie met mijn muziek en haar beeld. En dan zijn we het erover eens dat, kijk, het surrealisme heeft veel kanten. Je kunt ook denken aan Dalí. Maar ik word niet warm of koud van Dalí. Maar René Magritte bijvoorbeeld, als tegenhanger, dat vind ik vrij fenomenaal wat hij maakt. Dus het is ook heel erg van... Hoe je er tegenaan kijkt. Maar we zijn het er meestal over eens. Dat is heel fijn. Nou ja, ze moeten natuurlijk interfereren op een manier dat ze elkaar niet in de weg zitten. Dus we moeten elkaar versterken. Dus ja, precies. Dat betekent ook dat er ruimte in allebei zit. Ja, maar dat is sowieso... Kijk, dat is iets van alle disciplines, hè? Dat is het eerste wat ik leerde van goede acteurs en actrices. Dus als je ze op zo'n groot scherm kijkt, is op het moment dat er totaal drama plaatsvindt, doen ze helemaal niets. Nee, dat is waar. En dat is iedereen die dan naar het scherm kijkt, die heeft dan alle ruimte om alles te projecteren wat ze maar kunnen bedenken. En dat kenmerkt een groot acteur. Maar in muziek is het niet anders. Als je alles dichtklemt, dan blijft er niets over voor de luisteraar om in te vullen. Het is een beetje de prins en het witte paard. Op het witte paard. Dat witte paard is niet voor niets wit, want dan kun je die meisjes die kunnen daar van alles op projecteren. Ja, dat doen ze. Dat doen ze. Ja. Maar juist in een discipline als de jazz heb je natuurlijk mensen die wel alles helemaal dicht spelen. Ja, dat moeten zij weten. Het is als je bij die concerten gaat kijken, valt het mij altijd op dat er bar weinig meisjes in de zaal zitten. Of ja, ja, ja. En ik vind dat persoonlijk een slecht teken. Al was het maar
dat ik weet hoe in basis zoiets gaat. Je neemt een meisje uit, dan ga je lekker uit eten en daarna ga je een avondje uit. Dan ga je naar een concert toe. En kijk, jongens zijn erg onder de indruk van technische dingen, maar meisjes en vrouwen, die willen graag geïnspireerd worden. Dus net als met die symfonische rock, daar zijn ook nooit meisjes bij. Nee, of fusion. Dat is ook van die hele zenuwachtige, funkachtige... Ja, ja, ja. Ja, en dat is ook heel terecht, want er valt niks aan te beleven voor een meisje. Het is allemaal jongenspul, die houden van het sleutelwerk, zeg maar. Maar beoordeel jij dat dan alleen op zijn technische ding? Of heb je daar wel iets mee? Hele goede spelers zijn hele goede spelers. Daar valt niet aan af te dingen. Brecker Brothers? Ja, dat zijn twee uitstekende, heel goed geschoolde, fantastische spelers. Dat geeft mij wel een kick. Ik bedoel, ik voel dat wel. Absoluut topniveau. En dat is natuurlijk altijd de moeite waard. We spreken hier heel generaal over veel noten spelen of weinig. Maar topniveau is topniveau. En dat heb je met weinig noten en ook met heel veel noten. Ik kan het bijvoorbeeld ook. Ik ben een keer in New York terechtgekomen bij een optreden van Randy Weston. Ja. Amerikaanse pianist. En die kon in één stuk zowel heel, heel veel doen als heel weinig. Dus dan kreeg het stuk weer een enorme dynamiek. Ja. Zij kon het allebei. Nou, je moet het sowieso, in ieder geval, ja, je moet het sowieso allebei kunnen om het te laten werken. Dus als je met weinig noten het toch wil laten werken, moet je in staat zijn er heel veel te spelen. Dat kan niet anders. Anders hebben die noten geen dekking. Dan zit er niks onder, weet je. Dan is het gewoon maar een losse kleine noot. Maar dat moet gedekt zijn door... dat kun je vergelijken met een gedicht. Als je een goede zin bouwt als dichter. Daar zit een halve bibliotheek onder aan kennis en mogelijkheden. Ja. Het is ook... Als je niet goed geschoold bent, is het ook veel moeilijker om kleine noten te spelen dan als je wel goed geschoold bent. Ik heb wel eens van drummers gehoord dat ze in eerste instantie denken van, jezus, zo'n goede drummer en hij speelt alleen maar dit. Gewoon een heel klein dingetje. Ja. Maar als je dat een slechte drummer hoort spelen, klinkt het heel anders. Ja, dat is precies. Het is een hele lange route. Ja. De goede muzici die kenmerken zich door het feit dat ze onwijs veel keuze hebben in alles wat ze doen. Ja. Er zijn gewoon heel veel mogelijkheden. En zo gaat het ook, want je gaat door allerlei dialecten heen. Als je studeert en je verder ontwikkelt als muzikant. En dat is best een lange route. In serieuze muziek, zo vanaf je 40ste begint het echt leuk te worden. Maar dan ben je toch al bezig vanaf je 5e, 6e jaar. Weet je, dat is een lange, echt een hele lange weg. Ja. Ja, geldt voor heel veel, want het geldt voor talen ook. En voor, ik merk nu ook dat ik dingen veel beter kan inpassen dan een jaar of 10, 15 geleden. Ja. Zou je ook die keiharde rock, maak je die nog? Kan je die nog maken? Nou, ik heb het wel gedaan, hè? Weet ik. De laatste Wired setting, ja. Wired Paradise, was met twee gitaristen. En dat was Bickle en Bicklehart. Ik had een plaat in voorbereiding die geïnspireerd was op de grote modeontwerpers. Dus John Galliano, Mikita, dat soort gasten. Ja. En... maar ja, toen in Colombia, toen we ergens op tournee waren, toen werd het zo'n gekke werk, on en backstage, dat ik heb de band al daar begraven. Dus kijk, je hebt rock'n'roll en je hebt rock'n'roll, maar het werd wel iets te veel rock'n'roll. En toen dacht ik van ja, dit is ik ga maar weer eens even verder kijken. Maar ik heb een zwak voor... keiharde rock, eigenlijk voor alles wat goed is. Maar ik word heel blij als ik Iggy Pop bezig zie. Ik word ja, ook... er zijn zoveel bands. Rage Against the Machine. Weet je, alles wat noodzakelijk klinkt is bij mij van harte welkom. Of het nou heavy rock is of oude muziek, het maakt me geen donder uit. Ja, dat is wel zo. Het moet altijd urgentie hebben natuurlijk. Ja, absoluut. Ja. Ik moet weten waarom ik ernaar moet luisteren. Dat moet ik voelen. Dat is met literatuur ook zo. Met deze tijd. Ja, ook. Zeker. Het is... Maar het is dat wordt alleen maar erger. Want als je, zoals jij beschrijft, dat jullie in dat paradox opeens gewoon zo'n sensatie had. Van, jezus, we gaan weer, jongens. Oh. Dan is het toch meer dan noodzakelijk dat wat jij doet bestaat, zou ik maar zeggen.
Ja, want het is ook aan twee kanten. Het is niet alleen mijn ervaring, maar ook dat van het publiek. Ja, zeker. Ja, absoluut. Alles is dat ik, dat wat ik op het podium, wat er dan gebeurt, dat kan ik thuis helemaal niet studeren. Nee. Dat is niet te vangen. Ik kan allerlei technische dingen doen. Ik kan research doen. Ik kan een beetje zoeken en kijken en ruiken. Maar dat echte, dat magische wat op een podium gebeurt, dat ongrijpbare, dat is thuis niet na te bootsen. Dat was ook mijn bezwaar tegen streaming concerts. Dat heb ik dus ook niet gedaan, omdat ik dacht van ja, het is een onechte situatie, het werkt niet. Bovendien was ik het ook niet eens met het verdienmodel. Nee, ja, ik heb het met 4, 5 mei gedaan met Konrad Kozelek en een paar muzici. Omdat we hadden bevrijdingsconcerten, 75 jaar vrijheid. Dus dan krijg je een ander soort urgentie. Dus dan hebben we het zoals van als een soort Radio Oranje vanuit het Acousticum te Ede. Dat is een oude militaire kazerne. Hebben we dat gedaan. En dan werkt het wel. Maar dan, dat heeft ook weer met die urgentie te maken. Ja. Ja. Overigens, ik zou het heel precies, als we nog even terug konden gaan naar jouw kijk op de wereld post-corona. En dan zou ik dat willen koppelen aan je optimisme, maar ook aan je realisme. En je hebt er net die voorspelling gedaan dat er nog een Big Bang zal komen. Ja. Lufthansa. Maar welke vormen van bestuurlijke vernieuwing zie jij passen bij datgene wat op ons af gaat komen? Wat ik zou vinden passen is iets anders dan wat er gaat gebeuren. Hè? Nee, maar beide graag. Kijk, ik denk dat we te maken krijgen vanaf juni met massale werkloosheid en armoede. Op een schaal die we al heel lang niet meer hebben meegemaakt. En dan kun je je afvragen, in de context van een steeds groter groeiende gat tussen de totale rijken en de mensen die niks hebben. Want die middenklasse die wordt dunner en dunner. En dat is iets wat zich gaat doorzetten, is mijn overtuiging. Je kunt je afvragen of het klassieke groeimodel, zoals iedereen die economie studeert, of die vlieger nog wel opgaat. Zeker ook in combinatie met alle klimaatvraagstukken die veel ernstiger zijn dan iedereen zich realiseert. Veel sneller tot een heel groot probleem gaan leiden. Nog los van allerlei hongersnood en noem maar op, en rampen. Zou ik zeggen dat wat je toch zou mogen verwachten straks van een overheid, is dat ze niet meer vanuit een verdienmodel denken, of van een groeimodel wat eindeloos moet zijn, maar meer vanuit een samenleving. Want die begint wel echt heel dun te worden zo langzamerhand. En ik zie dan ook de verschijnselen die daarbij horen, dat ik moet ook de hele tijd denken aan George Conrad, weet je wel, die schrijver. Ja, zeker. Heart of Darkness. Ja, die zei op een gegeven moment in een interview, een van de laatste interviews die hij gegeven heeft, links is de wachtkamer van het fascisme. Ja, wow. Weet je, ja. Als je daar een tijdje op koudt, dan kan je niet anders op de conclusie komen dan dat hij waarschijnlijk gelijk heeft. Omdat als je ziet hoe onmachtig links opereert, wat ik heel jammer vind, hè? Het opereert zo onmachtig ten aanzien van alle veranderingen, waardoor zoveel populistische stromingen en conservatieve stromingen zoveel ruimte krijgen. Dat is echt heel jammer. Dat je zou meer weerstand willen en intelligentie en inzicht. Maar ja, het is nog... Hoe zou dat nou komen? Want dat is iets waar de hele westerse wereld mee kampt. Links kan zichzelf blijkbaar niet opnieuw uitvinden. Nee. Want die oude socialistische ideologie die was op een gegeven moment voltooid. Dus iedereen had een auto. Toen gingen ze in plaats van de VARA gingen ze SBS kijken. Ja. Maar zeggen. Maar hoe is dat nou mogelijk? Zijn ze gewoon vergeten om een gevolg aan die ideologie te geven? Niet genoeg overlegd, doorgedacht? Ik denk dat je die ideologie een beetje moet laten varen. Ja. En ik denk ook dat rechts bijvoorbeeld een beetje moet ophouden. Want Mark Rutte doet het zo goed. Maar die hele zorg is totaal uitgekleed in de afgelopen 12 jaar. En niet alleen de zorg. De hele middenklasse is uitgekleed. Allemaal als gevolg van dat eeuwige groeimodel. Ik denk dat het heel belangrijk is die ideologieën helemaal los te laten. De hele tijd te denken in politieke kleuren, links en rechts. Dat is helemaal niet meer van deze tijd. Oh. En ik denk aan de andere kant dat ze ook die klassieke economische modellen moeten loslaten. Want dat is ook echt niet meer van deze tijd. Maar die enorme crisis die je nu voorspelt, er was in het interbellum was die geweldig grote crisis.
die, professor, die toen door Roosevelt is aangepakt met een New Deal. Hm? Die dwars door alle bestaande verhoudingen heen ging. Dus eigenlijk vraagt deze tijd om mensen die de guts hebben om met een eigen tijdse variant op zo'n New Deal te komen wanneer deze armoede ons perspectief is. Ja, en ook bijvoorbeeld, wat ik ook heel interessant vond, ik las een interview met iemand, het is me ontschoten wie het was, over dat we nog zo gek tegen schuld aankijken, overheidsschuld. Ja, nee, dat is mevrouw Kelton. Ja. Ja, dat is de new monetary policy, ja. Ik vond het een interessant stuk. Ja, dat is het ook. En zo zijn er meer dingen die ik interessant vind, wat heel lang is weggezet als linkse prietpraat, dat basisinkomen. Vind ik in deze context ook interessant, omdat ik ken talloos veel mensen die werk doen waarvan ze eigenlijk zelf ook niet snappen wat het precieze nut ervan is. En ik denk dat dat wijdverspreid is, en vooral in de middenklasse, dat die mensen gaan op maandag naar kantoor, die sturen een mailtje naar iemand aan de andere kant van het kantoor, en die stuurt vervolgens weer een mailtje terug, en dat gaat de hele week zo door, en dan daarna is het weekend. Olidoki. Ja. Dat is geen manier van werken. Maar als je mensen nou een basisinkomen geeft, waardoor ze niet van de honger sterven, en dan laat nadenken, wat kan ik doen voor deze samenleving? Ja. Nou ja, er is mij de afgelopen tijd zo ontzettend vaak gevraagd, juist in deze tijd waarin al heel veel dingen uit de agenda waren gezwiept, om dingen gratis te doen. En dat zou in zo'n geval natuurlijk heel goed kunnen. Ja, maar dat is iets. Dat zijn ook weer economische wetten. Dat moet je je kunnen voorstellen. Maar het is, als je mensen een beetje geld geeft, dan haal je er zoveel stress en oneigenheid uit, in één klap. Ja. In ieder geval vanuit een filosofisch standpunt, laat ik het zo zeggen, vond ik het een heel interessant idee. Dat is het absoluut, zeker. Ja. 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 En er zijn ook politieke ontwikkelingen, zowel hier in Nederland als aan de andere kant van de oceaan, waar je jonge politici nu ziet, die een hele nieuwe weg willen gaan bewandelen. Hm? Ja. En dat is niet alleen Alexandria Cortez in New York, maar dat is all across the board. En ook bij ons in Nederland zie je dat soort stromingen. En daar moeten we gewoon ons ruimte waarschuwen. Het leuke van die jongeren is dat, maar dat is op alle, dat heeft ook andere kanten trouwens. Maar het leuke van die jongeren is dat ze niet zijn opgegroeid in ons blokdenken, zou ik maar zeggen. En in ons ouderwetse ideologische denken, waar wij toch nog behoorlijk vast in zitten, omdat we altijd alles toetsen aan die oude structuren. Ja. Dus zij zijn, voor hun is alles veel vloeibaarder en bestaan die links en rechts ook niet in die traditionele. Op een minder strenge manier. Maar ik heb deze gesprekken voer ik natuurlijk ook met mijn oudste zoon. En die. Hoe oud is die? Die is 22, die wordt 23, die studeert internationale betrekkingen. En ik zeg dan iedere keer weer tegen hem van, ja, kijk, als je vindt dat dat en dat en dat en dat moet veranderen, dan moet je zorgen dat je het verandert. En je verandert het niet door hier lid te worden in Amsterdam van D66 en dan er maar het beste van te hopen. Dan moet je echt het land uit, dan moet je op Europees niveau op zijn minst gewoon de bijl erin zetten. Want het is jouw generatie die het moet veranderen. En dat moet met geweld, want mensen die er al heel lang zitten, die kleven allemaal aan het plush. Weet je, als je ziet, die twee presidenten die nu elkaar in Amerika, die leeftijdscategorieën waar we het over hebben, daar kun je ook vraagtekens bij zetten. Ja, natuurlijk. Ja. En geweld? Dat is niet letterlijk met pistolen en geweren. Nou ja, kijk, als je vanuit historisch perspectief dat benadert, dan kun je niet anders dan vaststellen dat als je een grote verandering wil, dat die eigenlijk alleen maar kan plaatsvinden door of een revolutie of een oorlog. Ja, maar dan ga ik hier toch wel voor de revolutie en met een enorme druk van. En wat zegt hij als jij dit poneert? Nou ja, ik denk dat mensen geneigd zijn om niets te willen veranderen. Die gaan gewoon door totdat ze zinken. Nee, maar zegt hij dat of denk jij dat hij dat ook zo voelt? Oh nee, ik citeer hier niet mijn zoon. Nee, dit is mijn mening. Sorry, laat ik dat duidelijk zijn. Want ja, nee. Ja, mijn boek van pap, wat heb je nou weer beweerd? Nee, dat is wat ik denk. Als je teruggaat in de geschiedenis voor grote veranderingen, landelijk of wereldwijd, gaat altijd gepaard met revoluties, staatsgrepen, oorlog, noem maar op. Dat is groot werk. En dat komt omdat iedereen die een baan heeft, die heeft ook een hypotheek en een gezin. En twee kinderen. En een auto. En die wil ook twee keer per jaar op vakantie.
En ze zei, die mensen zijn niet bereid om dat in te leveren vanaf een bepaald moment. En dat bepaalde moment is meestal al vanaf 30, 32 zo. En dat houdt alle verandering tegen. Die mensen die trekken alle flexibiliteit uit hun eigen leven daardoor. Maar je denkt dat Europa alleen maar op zo'n krachtige manier zou kunnen veranderen? Of de wereld eigenlijk? Nou, als je kijkt naar de geschiedenis van Europa... Ja. Is het het meest gewelddadige, bloederige continent uit de geschiedenis van ons soort. Ja. Behalve de afgelopen 75 jaar. Ja, dat ging even goed. En dat kan nog steeds ten goede keren. Ja. Nou ja, kijk, nogmaals. Ik ben een optimist. Ik zou het geweldig vinden als het kan. Maar het is ook, dat weet jij ook, David, naarmate de jaren vorderen, wordt het steeds moeilijker om te blijven geloven in wat de mensheid voor elkaar kan krijgen. En dat ze niet de hele tijd in cirkels opnieuw allezelfde fouten maken op dezelfde manier, in dezelfde optelsom. Dat is toch de neiging een beetje. En we hebben een eeuw achter de rug met twee verschrikkelijke wereldoorlogen. Dus dat het daarna, na die enorme massaslachting, eventjes een tijd rustig is. Het is ook niet de eerste keer in de geschiedenis, als ik me niet vergis. Nou, dat het zo lang zo rustig op heel Europese schaal was wel. Maar dat had natuurlijk ook allemaal te maken met met die enorme twee blokken en die atoombom. Iemand heeft wel eens gezegd, ze moeten eigenlijk de atoombom de Nobelprijs voor de vrede geven. Ja, ja, ja. Ja, en ook vooral de olie- en steenkoolovereenkomst tussen Duitsland en Frankrijk was ook een goede zet. Dat was een hele goede zet. En zo waren er wel meer dingen. En we hebben vooral ook grotere gevaren. Dus die virussen, dat is veel meer ellende voor ons in de toekomst. En dat echt dat analoge oorlog voeren, zal ik het maar zo noemen, dat levert in de meeste gevallen helemaal niks op. Dat levert alleen maar economische schade op. Nee, dat is misschien wel een beetje voorbij met twee legers. Bovendien, alles kan gerobotiseerd. Er zijn ook robotlegers mogelijk. Ja, absoluut. Je had het nu net over die kool- en staalgemeenschap. Maar een van de dingen die een geweldige samenhang in Europa zou brengen is, we zitten nu op een bepaald spoor dat iedereen denkt dat we moeten hebben van windenergie en thermal energy enzovoort. Maar de Fransen hebben als enige in Europa, die hebben nog steeds, kernenergie is daar nog steeds het allerbelangrijkst. En die hebben die know-how. Veronderstel, en in Duitsland heb je die tragiek. Dat zijn van de weinige dingen waar mevrouw Merkel een foute beslissing heeft genomen om dus af te rekenen met atoomcentrales. Moet je eens kijken, they're up shit, kriegen ze out of pedal. En het begint, veronderstel dat je die Franse know-how op het gebied van atoomenergie koppelt aan de energiepolitiek in heel Europa. Dan heb je een waanzinnige boost. En zo zijn er natuurlijk, ook zo'n echte Green New Deal, waar al dat geld voor nodig is, wat dat aan nieuwe banen zou geven. Ja, ja, maar je zegt nu twee dingen die heel erg met elkaar in tegenspraak zijn. Want de kernenergie is voor mij echt gewoon wel een gepasseerd station. Nee, hoor. Ja. Nou, het is in ieder geval zo dat die kernenergie die is vrij snel terzijde geschoven, omdat ze opslagproblemen hadden. Maar er zat een hele sterke ideologische stroom achter, Daar heel erg op tegen was. Ik ben er niet tegen dat dat opnieuw onderzocht wordt. Waar ik me helemaal groen en geel aan erger, is dat we niet voor elkaar krijgen die bio-industrie af te schaffen. Daar snap ik helemaal niks van. Ik bedoel, al die stikstofvervuiling komt grotendeels uit Brabant. Het grootste gedeelte van dat vlees is niet alleen oneetbaar, maar het is ook alleen maar bedoeld voor de export. En als je het zelf eet, is het heel slecht voor je gezondheid. Brabant en de Veluwe, er was vorige week een onderzoekje uitgekomen waarin naar voren komt dat 19 boeren, supervervuilers, als je die sluit, waaronder een enorme kalkoenboer op de Veluwe, als je die sluit, dat de regering ruimschoots al haar stikstofdoelen haalt. Ja. Je nagaan. Nou ja, dat en dan ook nog in het vooruitzicht gesteld dat ze een miljoenencompensatie krijgen. Waarvan ik dan altijd denk van ja, hoezo? Je vervuilt ons land, de tent moet dicht en dan wil je miljoenen aan compensatie. Ja, daar word je nog eens voor geloond. Ja, heel eigenaardig. Ja, buitengewoon eigenaardig. Dat is met die boeren hebben een dusdanige lobby, dat kennelijk is er heel weinig aan te doen op dit moment. Maar dat is wel iets waarvan ik denk, daar moeten we nou zo langzamerhand wel eens overheen gaan stappen. En, maar dat besef begint nu kennelijk te komen. Ja.
Nou, Vincent. Nou, dit voorspelt. En ik wil nog één ding, want hoe ga jij je nou door die enorme crisis heen slaan? Ga je nog meer vanuit huis versturen aan gesamtkunstwerken? Nou ja, kijk, ik ben een multitracker, dus ik doe altijd meerdere dingen tegelijkertijd. Omdat je nooit precies weet hoe dingen zich ontwikkelen. Dat doe ik ook buiten coronatijd. En kijk, mijn inschatting is dat we vanaf de zomer van volgend jaar op Europees niveau weer kunnen werken. Nou zie ik daar bijvoorbeeld een kans. Omdat de grote Europese festivals normaal gesproken driekwart van het budget uitgeven aan grote Amerikaanse artiesten. Die gaan komend jaar zomer nog niet komen. Dat weet ik van de grote managements. Dat betekent dat er en budget is en ruimte. En dus voor ons een kans om wat meer op die festivals aan te trekken. Ja, precies. Dus dat is ja. Elke crisis biedt zijn kansen. Oh ja, absoluut. En ook weer ruimte. Maar ook weer het uitvinden en innovatie en nieuwe dingen. Maar, Juri, de kunst biedt ook enorme troost. Want het optreden zelf. Als ik vanmorgen Evelyn Songs draai, nou, dan heb ik wel een goede ochtend. Nou, dat vind ik heel fijn om te horen. Ja, natuurlijk. De kunst is mijn Baron van Münchhausen. Weet je? Ja. Aan mijn eigen haar uit de modder. Dat is gewoon, als ik dat niet zou hebben, zou ik niet gewoon in een gesticht zitten waarschijnlijk. Of Spiraal worden of zoiets. Of, ja. Ik las even heel terzijde, ik las nog een leuke tweet van jou. Israëlische wetenschappers claimen het verouderingsproces teruggedraaid te kunnen hebben. Ja, vind ik dat wel interessant. Ja. Met alleen zuurstof. Ja, ik ben zelf niet heel erg bezig met de mogelijke nadelen van het proces van het ouder worden. Want ik ben helemaal niet oud. En iedereen die ik ken, die om me heen, die misschien wat ouder is, dat is toch vooral een houding en een attitude. En je moet een beetje mazzel hebben. Maar ik vind die Israëlische kranten af en toe heel leuk om te lezen. Omdat die komen met hele andere koppen aanzetten. En ik vond dit interessant, omdat waar die behandeling plaatsvindt is in Amerika, maar het wordt dan gefinancierd door Israël. En als je dus 48 uur per week of zo in zo'n zuurstoftank zit, dan word je weer jonger zelfs. Ja. Dus het is niet alleen goed geconserveerd, maar het wordt nog jonger. Kijk, ik weet niet in hoeverre het waar is. Het is ook helemaal niet mijn grootste streven om jonger te worden. Het is weer mijn streven om zoveel mogelijk goed spul te maken voordat ik naar de eeuwige jachtvelden vertrek. Ja, maar moet je kijken. Stel dat je dat heel lang doet. Je zit heel veel weken 48 uur in zo'n tank. Dan heb je al die tijd verprutst met jonger worden. Waarin je ook iets leuks had kunnen doen. Ja, dat klopt. Ik ben het helemaal mee eens. Ik ben ook tamelijk ongevoelig voor al die dingen. Omdat ik zoiets heb van ja, pluk de dag. En ik heb te vaak in mijn leven meegemaakt dat er hoeft maar dit te gebeuren. En alles is anders. Weet je, degene met wie je de beste vrienden bent, die valt dood om. Er vindt een fataal ongeluk plaats. Je weet het niet. Het ligt op ieders pad, op elk moment. Dus ik probeer gewoon van elke dag. Ik probeer elke dag iets goeds te doen, iets te maken, zeg maar. Right. En de directeur van het Stedelijk Museum is een schijnheilig kereltje. Ja, vind ik wel, ja. Ja, ja. Ligt dat even toe? Dat vind ik een mooie tekst. Is die nou van jou of van Theodor? Nee, is van Theodor, maar hij had groot gelijk. Kijk, het is heel simpel. Deze man politiseert de kunsten. Dus wat hij doet is dat hij het diversiteit- en inclusiviteitsbeleid, waar ik helemaal niet op tegen ben, in tegendeel, die verbindt hij aan de inhoud van zijn museum. Daar ben ik wel tegen, want de overheid heeft niets te zoeken bij de autonomie van de kunstenaar. Kunst gaat over kunst en over niets anders. En een goede kunst gaat over goede kunst. En of die goede kunst nou gemaakt wordt door een zwarte lesbische vrouw of een immigrant, is helemaal niet relevant. Daar zou je helemaal niet over na moeten denken als je het ziet. Want als je het ziet, zou het gewoon heel erg goed moeten zijn. Wie kan het wat schelen wat de identiteit is van deze kunstenaar? En bovendien past het in die gevaarlijke tendens van deze tijd dat alles wordt gespeeld over de boeg van identiteitspolitiek. Ja. En ook identiteitspolitiek is de voorloper van fascisme. Juist! Zo. Dat hoorde ik laatst ook iemand zeggen, inderdaad. Dat is een, dat is waar. Dat is de architecten van de ziel, maar ook van communisme, van totalitarisme. Ja. De architecten van de ziel waren iets anders in de Sovjet-Unie. Ja, klopt. Precies. Precies.
Dat is een goed statement om ermee af te sluiten. We gaan nu wel nog even naar de boekentip. Ja. Ik weet er niks van, maar we hebben een boekentip. Oké. Okay. Nou, jij eigenlijk, Juri. Ja, Juri. Juri, aan het eind van onze gesprekken vragen we altijd aan degene met wie we aan tafel zitten. Welk boek vind je vanuit jouw optiek misschien moeten wij absoluut lezen? Och jee, daar overval je me mee. Dat is de bedoeling. Maar wat komt dan spontaan bij jou op? Nou, wat spontaan bij mij naar boven komt, omdat we het er toevallig even heel snel over gehad hebben, is dat boek van Louis Borges. The Craft of Verse. Het is een heel dun boekje. The Craft of Verse heet het. Het is een heel dun boekje. En hij legt uit in 4 lezingen wat de kracht van poëzie is. Maar hij doet dat zo wervend en hartenveroverend. En dat je rent meteen naar je boekenkast om die gasten allemaal weer even opnieuw te checken. Hij legt ook zo goed uit wat de mogelijkheden zijn van poëzie en hoe je het kunt verbeteren met voorbeeldzinnen. Een heel leerzaam, ingedikt boekje wat ik zo fijn vond om te lezen. Ik kwam het per toeval tegen. Ik heb het wel 4 keer herlezen. Gewoon omdat het is heel erg ingedikt. Mooi tip. This Craft of Verse. This Craft of Verse. This Craft of Verse. En ik heb nog een boekentip voor jou, omdat je het hebt over Pluk de Dag. Er is een boek van Roman Krasnik, Krzanaric. Carpe Diem Regained, The Vanishing Art of Sizing the Day. Oké. I'll check it out. Oké, dank. Juri, ongelooflijk bedankt. Ik ga nu je hele oeuvre beluisteren ook nog eens. Leuk om elkaar even te ontmoeten. Ik wist helemaal niet dat je zo waanzinnig goed geïnformeerd bent, Vincent. Dat is dankjewel. Heel leuk om te merken. En wellicht komt er een vervolg. Ik kom denk ik wel naar Tivoli, als het kan, naar de presentatie. Ja, ik vrees dat die al volledig is uitverkocht, maar... Maar ik heb daar... Maar je hebt vast wel eens een geheime kanalen, ja. Heel leuk, dan kijk ik daar uit. Dan wellicht ontmoeten we elkaar daar. Dat zou leuk zijn. Met dit mooie initiatief. Right. Ontzettend dankt en succes met de hele nieuwe ontwikkelingen. En met Bluebeard ook uiteindelijk en met de expo in de fundatie. Oké, dankjewel. Goed. Ciao. Ciao.